Bem-vindos a todas as pessoas do Roda ao Ria Park Hotel. Hey Renatan. Hey, welkom. Mogen we even kijken hoe jij erbij leeft deze dagen? Zeker, kom verder. Nou, dat is een mooie kamer als het er zo uit. Mooi ruim, hè? Ja, dat is echt een uitstekende kamer. Er zijn drie plekken op ons trainingskamp waar we eigenlijk het meeste komen. Dat is het trainingsveld, de slaapkamer. En natuurlijk de eetruimte. Maar ik slaap op de kamer met Art van Peppe. Kun je het eerlijk zien? Nou ja, ik heb van Art gehoord dat ik degene was vannacht die, die aan het tandenknarsen was. En zelfs aan het praten was in zijn slaap, zei hij. Dus, wat heb je gezegd dan? Heb je trainer uit geen idee, ik durf het niet te vragen aan Art. Maar daarom is er nu dus niet. Dan gaan we ergens bij slapen, denk ik. Hey, wel lekker ruim, hè? Ja, het is een hele ruime kamer. Ik had gehoord van jongens dat wij wel echt de ruimste kamer hebben. Waarschijnlijk omdat we ook de oudste zijn. Hey, en netjes opgeruimd, dat valt me ook op. Of heb je dat speciaal even nog voor ons gedaan net? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat dit toch een verrassing was. Dus ik heb het gewoon gelaten zoals het was. Ja, het is echt een beetje voetballersachtig. Hè? Je ziet voetbalschoentjes en voetbaltas en kleding. Hier zo nog het fruitbakje van gisteravond. Okay. Waar staat het bier? Het bier staat thuis. Niet ergens dat, verstopt? Ik hoef niet onder het bed te kijken? Dat is iets om naartoe te leven. Nee, je mag alles doorzoeken hoor. En de spelcomputer, waar is die? Ja, die heb ik helaas niet. Andere spelers dus hebben we wel bij zich. Ja, er zullen vast jongens zijn die een spelcomputer bij zich hebben. Okay. Nou ja, ik doe het vaak met... ik moet eerlijk zeggen, als je natuurlijk twee keer hebt getraind, heb je nog weinig tijd omdat 's avonds misschien een teamtactische bespreking is. Of vaak met de winterstop hebben we ook individuele gesprekken. Hè? Dus eigenlijk functioneringsgesprekken, tussentijds. Heb je die al gehad voor jou? Nee, ik krijg hem nog. Ah, denk je? Ik. Mag je blijven? Ja, het is tussentijds, hè? Ja, daar is mijn wel gewaardeerde collega. Hij doet gelijk dicht. Hallo? Kom maar in. Nee, dit is mijn kamer niet. Nee, ik zit hier ook niet, hoor. Heb jij nog die M&M's? Ja. Leg in de kast. En het bier staat hier, hè? Zijn ze... Hoezo zit jij in je eentje? Kom straks een biertje halen. Oké. Hoi. Loop even mee, want ik ben natuurlijk wel benieuwd. Je hebt natuurlijk die man. Zeker. Dus ja. Normaal bij dames zit er een haar in het doucheputje. Ja. Hoe zit dat bij jou met je mat? Oh, nou zie je dat het onvoorbereid was, hè? Nu zie je dat het onvoorbereid was. Kijk eens. Leuk detail. Tandenborstel van mijn zoontje bij me, van Woezel en Pip. Ja, mooi. Het is een doucheputje inspecteren natuurlijk, hè? Ja, dat begrijp ik, ja. Ziet er netjes uit, hè? Nou, laten we moeten zeggen, een mooie acht. Jullie hebben netjes de woels gehad. Keurig, hè? Ja, keurig. Goed gedaan. Bij voorhand is het ook gewaarschuwd door mijn vriendin. Die zei van, Nathan, begin nou gewoon netjes, want dan heb je de rest van de week nog profijt van. Dat is een vrouwen bij. Dus daar hou ik me keurig aan. Maar er is meer in dit hotel, hè? Ja, er is zeker meer in dit hotel. Oh, kijk even. Toevallig komen we nu in de fitnessruimte. Kijk. We zijn vrij en deze jongen is nog aan het trainen, hè? Over prof gesproken. Ja, dit is wel echt schitterend, hoor. Is het zwaar voor het trainingskamp? Ja, trainingskamp is wel echt, de intensiteit ligt veel hoger voor mijn eigen gevoel dan normaal gesproken. Je hebt natuurlijk ook te maken met andere randvoorwaarden nu. De temperatuur zo bedoel je? Ja, de temperatuur is natuurlijk even wat anders, maar vooral de intensiteit. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar de, wat ik aangaf, de behandelruimte. Daar zijn als het goed is, oh. Hey, Nesteros. Nou, daar ligt Nesteros. Kijk hier preventief aan het ijsapparaat. Hallo. En you're not injured, are you? No, it's just a kick from training. Ja, hier gebeuren natuurlijk ook andere dingen. Het tapen, bandageren. De hartslagbanden leggen allemaal klaar, dus... Daar trainen jullie ook mee met deze? Ja, we trainen hiermee elke dag. Ze willen natuurlijk binnen het periodiseren, willen ze in de gaten houden hoe je hartfrequentie is. Dus ja, iedereen is verplicht om met een hartslagband te trainen. Maar je hebt er helemaal geen gevoel meer van, hoor. Het is zo dat het eigenlijk heel... je doet het om, je klikt het aan. En soms als je een balletje aanneemt, dan voel je het nog wel. Dan gaat het je borstbeen in. Maar voor de rest heb je er eigenlijk nooit het gevoel dat je met iets traint. Maar het is voor hun natuurlijk meten is weten.
Dus zij doen zoveel mogelijk informatie verzamelen hoe dat fysiek... En vooral in trainingskamp, wat ik aangaf, omdat de intensiteit hoog is. Dus er goed in de gaten houden hoe jongens functioneren. Of de kans op blessures groter wordt naarmate je vermoeider bent. Ja, nou, we mogen naar binnen hoor. Ik dacht, hier ligt de drank, maar hier ligt de kleding. De geheime drankkamer, dacht je. Nee, dit, wat ik aangaf, dit is dus waar alle tenues en trainingskleding normaliter ligt. Ja, alles wordt in de puntjes geregeld voor ons. Nou, dit is voor de wedstrijd van zondag. Ja, we zien het al. Het leven van de prof gaat echt niet over roosjes vragen. Nou ja, we worden gewoon hartstikke goed verzorgd in dat opzicht. Maar waarom is je nou eigenlijk op slot? Dat heb ik nog steeds niet. Ja, dat zou je eigenlijk aan de baas zelf moeten vragen natuurlijk. Ik heb met zomer trainingskamp heb gemerkt dat de spelers gewoon hun spullen in mijn kussen gaan halen. Ja. Dat kan toch niet? Ja, en zo doen dat nu ook al afgesloten is. Op een gegeven moment zijn wij niet meer zo moeilijk en dan mis je voor jezelf omdat je zelf iets vergeet. Want ik moet eerlijk zeggen, Fred regelt dat fantastisch. Ja, en dan ben je dus op zoek naar een broekje omdat je die zelf vergeten bent. Ja, en dan kijk je even of Fred niet kijkt natuurlijk. En dan pak je snel nummer 12, nummer 13, pak je snel een broekje. Maar Fred is uiteindelijk dat broekje kwijt, dus ik geef hem helemaal gelijk. Maar iedereen heeft toch zijn eigen nummer, dus je weet toch meteen wie het geweest is? Ja, maar dan loop je er wel mee op de trainingsveld. Dus dan, ze kunnen moeilijk zeggen natuurlijk op het trainingsveld trek je even broekje 12 uit. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, ja. Nee, ja. Dus, dankjewel, hè. Ja, super. Ja. Ja, de eetruimte. We ontbijten hier, we lunchen hier en we dineren hier. Veel fruit zie ik, veel groenten. Ja, veel fruit, veel groenten, veel producten die... Wat zijn de patatas fritas? Die mag je zelf halen aan het einde van de trainingskamp. Eten is natuurlijk hartstikke belangrijk voor ons. Om gewoon om bij te tanken en bij te vullen. Nou ja, alles is dus beschikbaar. Van goede noten tot aan fruit. Rijst, aardappels, vlees. Veel pasta, denk ik. Veel pasta. Pasta is sowieso een optie, altijd. Dus ze variëren wel in de gerechten. Maar pasta is sowieso altijd beschikbaar. Omdat daar natuurlijk heel veel koolhydraten in zitten. Nou, je zul je wel flink bijkomen als je die borden al moet leeg eten hier. Ja, dat zou je dus juist denken. Maar meestal na trainingskamp ben ik zeker 2 kilo afgevallen. Dus ondanks het feit dat je goed aansterkt, veel eet, is de intensiteit zo hoog dat je het bijna niet krijgt geregeld. Jij nog afvallen? Ja, en dat is dus het verhaal. Hè. Dat is, je zou denken, dat kent toch niet meer zo'n tenger persoon. Maar nog steeds val ik af. Dus je probeert ook met krachttraining misschien daar wat spierkracht nog wat... gewicht mee te verhogen. Maar ja, het is bijna niet te doen. Nee. Dan is het een groot complex, maar kun je er ook makkelijk s'avonds uitbreken als je toch niet even wil gaan stappen? Dat was vroeger zo, hè? Vroeger, die verhalen van vroeger. Maar ik heb eigenlijk niet meer meegemaakt de laatste jaren dat jongens via de regenpijp naar beneden gleden. Ja, dat vertellen ze natuurlijk niet. Of ze vertellen het niet, dat kan ook. Maar, je weet dat het erin slaapt, hè? Dus je weet welke kant je niet op moet. Ja, ik heb net gehoord waar de trainer slaapt, dus als er nog iets van plan zijn, dan... Maar hier op het hotel doen jullie nog iets van spelletjesavond of weet ik het? Er zijn waarschijnlijk wel jongens die spelletjes spelen. Ik speel ze niet, dus ik kan er niet over meepraten, maar volgens mij zijn er wel wat, misschien een kaartspelletje hier en daar. Nou, dan het zwembad. Normaal dit de plek is waar jullie toch het meeste zullen uithangen. Ja, nou, ik moet je eerlijk verklappen, voor het plaatje ziet het er natuurlijk geweldig uit. Ik ben er zelf ook van aan het genieten. Maar ik moest u wel even vragen waar die was. Want ik wist het niet eens dat die hier lag. En zwembad kom ik eigenlijk helemaal niet. Het weer is er wel voor natuurlijk, maar nee, het is vaak trainen, eten, gelijk naar de kamer, even ogen dicht doen, slapen. En dan weer trainen, eten, bespreken en weer richting de kamer van mijn kant uit. Dan. Er zijn misschien nog wel jongens die wat andere dingen nog doen. Maar je zag bijvoorbeeld net Freddy geen krachttraining doen. Maar een zwembad laat ik even aan me voorbij gaan. Nathan, doet dit complex hier ook een beetje aan VVV Venlo denken? Ja, kijk maar met me mee. Ik zie hier een paar trappen. Dit is de weg naar het veld, hè? Ja, maar de trappen bij VVV, dat zijn er toch nog wel iets meer, denk ik. Dus wij beginnen vaak onze warming-up bij de trappen. Hey, veel plezier met trainen. Hoi, hoi. Adios. No, it is Adioa. Adioa.